Genieten van een lekker kopje biologische koffie en ondertussen luisteren naar Vivaldi of Bach. Bij Bagels & Beans aan de Jan van Lieshoutstraat in Eindhoven is dit dé manier om je ochtend te beginnen. De klanten worden getrokken door de sfeer en klantvriendelijkheid, maar ook duurzaamheid speelt een grote rol bij Bagels & Beans. Hiervoor heeft de zaak de Gouden Appel gewonnen, een aanmoedigingsprijs van de Kamer van Koophandel voor winkels die zich richten op het verkopen van duurzame en biologische producten. Ik ben er heel erg blij mee. Ja, ik ben er echt heel erg blij mee. De Gouden Appel, ik heb begrepen dat hij niet zo heel vaak is uitgereikt. Dat hij nog maar één keer eerder is uitgereikt aan een visbedrijf in Den Bosch. Nou, en dat wij de tweede voor Eindhoven mogen zijn, dat vinden we echt super. Te gek. In Bagels & Beans is zelfs een boekenruilman te vinden. Klanten kunnen er een boek in doen en er ook één uithalen. Alle koffie is er fairtrade en de bagels zijn biologisch. Nou, wij verkopen biologisch en fairtrade, maar het is natuurlijk niet duurzaam, want als je ze opeet, dan zijn ze weg. Je hoeft er echt geen geitenwolle sokken voor te dragen. Biologisch en fairtrade is er voor iedereen. Er komt eigenlijk alle soorten mensen komen erop af. We hebben hele kleine kindjes, we hebben ook hele oude mensen. Maar ook gewoon de werkende mens die een heel jachtig bestaan heeft en die zoekt hier een stukje rust. En dat bieden wij. De Gouden Appel wordt op 29 april uitgereikt.